Het is zover, vandaag ga ik overnachten in een zwembad. Kijk eens even aan waar ik ben. Ik ben nu in Swimfun. En hier ga ik vannacht overnachten. Ah, hartstikke mooi. Ik heb natuurlijk al in het trampolinepark overnacht. Al 2 keer inmiddels. Het leek me echt een keer superleuk om dat een keer in een zwembad te doen. Vandaag hebben we het hele zwembad voor ons alleen. En ik laat jullie gelijk even zien hoe laat het al is. Het is 4:30 zoals jullie zien. Het is echt al belachelijk laat. We hebben hiervoor al gezwommen en dergelijke. En nu is het dus tijd om te overnachten. Ik heb al een hele video over het hele zwembad gemaakt. Over de wildwaterbaan, over de glijbaan. Over de, ja, weet ik veel, alles wat hier zit. Dus heb je de video nog niet gezien, moet je zeker even checken. En ik ben er trouwens achter gekomen dat ongeveer iets van 60% van jullie die nu op dit moment kijkt, niet geabonneerd is. Vind ik heel erg jammer, persoonlijk heel erg jammer. Je mag de video best wegklikken, maar je mag ook gewoon even lekker abonneren. En dat kunnen we toch ook wel een keertje doen. Ga door, kom maar mee. Ja, mijn haar is trouwens echt belabberd, heb je altijd naar het zwemmen natuurlijk. Wacht, we moeten daar even heen. Ja, weet je wat, we gaan gewoon even behind the scenes kijken. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat hier allemaal zit. Hij zit op slot. We gaan hem even openmaken. Ja hoor. Nee. Ja, top. Is er nog iets interessants te vinden? Echt, het is gewoon, like, dit is gewoon een werkplek hier, of wat? Ja, hierachter wordt volgens mij de hele wildwaterbaan geregeld. Dus daar wil ik best wel graag even kijken. Yo! Kijk waar we zijn. Ah! Voeten! Ja, kijk. Ja, mijn audio viel hier even weg. Maar hier wilde ik even zeggen dat dit allemaal pompen zijn voor de wildwaterbaan. Dus dat is best wel vet. En ik heb zo net al een soort van kleine rondleiding gekregen. Kijk, en hier wordt dus alles geregeld. Hier staat de pH-waarde van het zwembad. Allemaal hele belangrijke termen, maar dat boeit jullie waarschijnlijk helemaal niks. Maar het is best wel vet om hier een keer te kijken. Als ik nou op een of ander knopje druk, dan maak ik waarschijnlijk het hele zwembad stuk. Dus dat is niet echt slim. Ik blijf ook overal lekker van af. En hier achter het raampje, daar wordt het water opgeslagen. Dus water wat ze niet gebruiken, dat slaan ze hier achterop. Dat is best wel heel erg sick, man. Oké, top. Let's go. We gaan hier gauw, hè. Ja, we mogen dus overal komen. We mogen in de keuken komen. We mogen dus catering voor onszelf verzorgen. We mogen zelfs patat bakken. Dus dat gaan we vandaag ook zeker even doen. Even die frituurpan aangooien. En wat lekker snacken. Kijk hem. Pak hem, pak hem. Het doet niks. Oh, kijk eens hoe klein hij is. Wat een kleine kikker. Nee, spring erop. Kijk, pak hem gewoon mee. Moet hem niet knepen. Gewoon kapot. Ik doe een haartje dan. Zet hem maar hier in het kindersetje. Dat verdient hij. Nu zit hij vast. Nou, we gaan nu naar de keuken. Gaan we lekker wat eten voor onszelf maken. En dan is echt de grote challenge voor vandaag een slaapplek zoeken. Kijk, bij een trampolinepark kan je lekker op een trampoline liggen. Hier zou je zeggen, ga lekker op het water liggen, op een matje of zo. Ik denk niet dat dat chill is. Ik denk niet dat je op water kan slapen. Ik wil het wel gaan proberen. En als dat niet lukt, dan ga ik gewoon ergens op een stoeltje slapen of zo. Geen idee, dat moeten we even zien. Maar ik wil het wel op het water proberen. Nou, we zijn nu in de keuken en ik wil gewoon even wat lekkers maken. Kijk wat je allemaal hebt, joh. Je hebt hier slush puppy, nog een keer slush puppy. Ik weet niet, wat is dit? Ijskoffie. Ja. Ijskoffie? Is dit ijskoffie? Dit is zo chill. Oh, dit lijkt wel stront. Nou, we gaan het proberen. Oké, veel calorieën. Erg veel calorieën. Jouw haar zit nog best wel goed eigenlijk. Ja, jullie hebben allemaal hier bekers vast. Daar moet wel voor betaald worden, hè. Het wordt dan 6-9-420. Hoe print je dat? Wie weet iets van bonnen? Rondleiding door de keuken. Wat heb je allemaal nog meer? Dit is een tappie. Dit is een tappie, yo. Als die tap werkt, dan vind ik het echt helemaal top. Volgens mij doe ik het echt verkeerd trouwens. Dit is niet hoe je een biertje tapt. Ah no, ah no. Oh nee, oh nee, oh nee. Sorry, zit behoorlijk wat schuim op. Auwe! De tap doet het gewoon. Nee. De tap. Wacht, nu heb je zo'n ding nodig. Zo'n lepeltje toch? Heb je je biertje? Oh ja, ja, thanks lekker. Alsjeblieft, man. Ik kan wel tappen, let op. Ik kan wel tappen. Iets eerder stoppen nu? Ik doe hem niet allemaal vol. Gozer, ja, ik kan niet tappen. Ik zit niet in de horeca, hè. Dus dit is toch absurd, jongen. Dit is letterlijk alleen maar schuim. Ja, maar dat komt ook dat de tap op me net aan staat, toch? Ja, de tap staat net aan. Ja. Hey, wacht, ik ga dit bier gebruiken om mijn haar een beetje in vorm te krijgen. Bier is goed voor jou, wist je dat? Echt goed voor jou. Goed biertje, hoor. Hey jongens, hey, moet die frituurpan even aan, of wat? Het zijn allemaal laadjes en koelkastjes en wat is dit allemaal gek. Nou, wat we bijvoorbeeld ook kunnen zeggen. We kunnen ook bijvoorbeeld zeggen van, joh, een zakje snoep. Wil je hier wat van? Ik kan hem gewoon allemaal pakken. Dat is zo leuk aan een YouTuber zijn. Je kan gewoon overal naartoe. Het is gewoon leuk. Je mag gewoon overal filmen. Dat is gewoon top. Zo, nou, we hebben inmiddels de frituurpan gevonden. Die gaat aan. Ja, we overnachten in het zwembad en we gaan gewoon lekker patat bakken. Dus dit is toch top, jongens. Dit is toch top. Hé, hey, lieverd. Ja. Wil je een patatje? Hey, schatje, patatje. Wil je een patatje? Ondertussen is het schuim van mijn pilsen af. Dus die gaat ook naar binnen gegooid worden. Oh, wat heerlijk.
Wat deed je, wat deed je? Oh my god, doe hem uit, doe hem uit! Je hebt een kleine beker gewonnen, gek. Oh nee, nee. Ja, dit moeten we opdweilen. We moeten het allemaal opruimen. Wat we vies maken, moet opgeruimen. Dat vind ik dan wel. Ja, gewoon, ik ga hem helemaal klimzuipen. Ik ben helemaal klaar. Ja, ja, hij staat gewoon aan. Hoe heet moet olie zijn voor frituur? 180. 180? Nou, hij is bijna 180. Nou, hij moet even 180 graden worden. Patat, moet een patatje zoeken. Kijk, kipnuggets. Kijk dan, van die diepvrieslaatjes, allemaal drinken erin. Kijk dan, dit is toch insane. Hier allemaal drinken. En hier allemaal, joh, dit zit allemaal vol. Gek, vind je het logisch dat het allemaal vol zit? We zijn in een zwembad, ja, dit wordt verkocht natuurlijk. Oh, frikadellen! Kijk eens even aan, er zit hier waarschijnlijk patat of zo. Nee? Oh, kaasvlees! Nee, hamburgers. Oké, okay, we waren close. Okay, we hebben de hele keuken doorgezocht en uiteindelijk kwamen we deze deur tegen. Ja, dit moet wel een vrieskast zijn of wat het ook is. Trekken, oh, ja, dit is koud, dit is koud. Kijk, dit is het kaas! Oh, dit moet echt met schoenen aan. Dit is niet te doen. Wacht, ik zie friet. Ja! Kijk eens even. Fuck! Yes! 10 seconds later. Oh! Kijk hoeveel patat. Oké, nice. Dit ziet er goed uit. Deze doen we erop. Dat hoort zo. Het is gelukt, we hebben ons eigen patat gebakken. Let's go! Oh, zit nog wat in de kassa? Dit in, zo meenemen? Jongens, de patat is klaar! We hebben zoveel patat, echt veel te veel. We gooien er wat zout overheen, ook erg belangrijk. Yo, lekker veel, doe maar. Let's go! Dit goeie? Godverdamme! Kijk dan wat we hebben, joh! Zo, dit is voor de cameramannen. Dit is voor andere cameraman. Jeroen, deze komt voor jou. Yo, je moet er nog voor groeien, hè. Jeroen, alsjeblieft. Wacht even hoor. Jij krijgt nog een pannetje. Ja, heel. Zo, en de rest is voor mij. Yo. Dus, yo jongens, eet smakelijk. Hey, later. We hebben ook super chill. Hier zitten allemaal van die curryflessen en mayoflessen. Dus wat ik gewoon kan doen, is hier op drukken. Oh, wat leuk. Curry, mayo. Kijk eens aan. Jongens, eet smakelijk. Het is 3 uur 's nachts en we zitten aan een patat. Je late night snack. Lekker man. Zo, dat patatje ging helemaal lekker in. Nu is het tijd om een slaapplek te vinden. En ik wil het dus in het zwembad proberen. Nou, alle lichten die staan nu nog aan, die kan ik zo uitdoen op elk moment wanneer ik wil. Alleen heb ik hier dus 2 van die vlotten. En ik wil daar misschien wel oprecht op gaan slapen. Ik wil het misschien wel gaan proberen. Ik druk dit mooi het water op zo. Ik moet even wennen aan het water. Maar ik zeg je eerlijk, het ligt nog niet eens zo slecht dit. Eigenlijk had ik even een kussen moeten hebben. Oh. Het is inmiddels ook al 4 uur geweest. Ik ben helemaal kapot. Dit ligt oprecht wel chill. Want het nadeel is, als je een beetje draait. Je kan niet draaien. Als je draait ben je gelijk wakker. Val je misschien in het water en wie weet verdrink je. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Je weet maar nooit. Ja, ik wil het wel even proberen zometeen, denk ik. Met de lichten uit. Het nadeel is ook dat je constant water hoort vallen en dergelijke. Dat is wel echt naar. Maar ja, het ligt op de recht niet zo slecht hoor. Valt best mee. Oh, ik vind het oprecht spannend hoor. Ik ga nu de lichten uitdoen. En dan ga ik op 2 van die vlotjes die daar liggen, daar ga ik dan op liggen. En dan hoop ik echt dat ik in slaap kan vallen. We gaan het zien. Ik doe de lichten uit. Kom maar gelijk mee. Oké, nou, ik ga nou het water opzoeken. Ik ga op die vlotten liggen. Ik ga oprecht proberen te slapen. Ik ga het misschien een uurtje of 2 uurtjes proberen. Als ik dan niet slaap, dan ga ik een ander plekje zoeken. Als ik wel slaap en ik word ineens niet meer wakker, dan ben ik verdronken. We gaan het zien. En boom, check dit. Yo, kijk hoe vet dit is. Er waren dus nog van die sfeerlichten. En ik had zoiets van, yo, kijk, helemaal licht is niet chill om in te slapen. Maar een beetje van dat blauwe, mooie licht. Ik denk oprecht dat ik hier lekker op kan slapen. Kijk hoe vet dit is. Ik pak mijn vlot, duw met water op. Lekker vet. En daar gaan we dan. Ah, ik ga lekker op mijn buik liggen. Oh joh. Ja, wel trusten. Ik ga het gewoon lekker proberen zo. En misschien tot morgenochtend. Of misschien tot nooit. Wel trusten. Laat me zitten, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga een ander plekje zoeken. Ik viel serieus een paar keer bijna in slaap. Echt bijna. Maar ja, dan een keer schrik je wakker omdat je op het water ligt natuurlijk. En zo nu en dan flikkert je hand in het water. En op een gegeven moment ben ik gewoon kopje onder gegaan. Nou, helemaal top. Ik heb het een uur geprobeerd. Ik ga nu lekker een ander plekje zoeken. Zijn hier genoeg bedden waar ik op kan liggen? Tot morgen, het is 5 uur. Heel leuk dat ik hier wilde slapen, maar ik moet toch even een ander plekje zoeken. Want op het water, op zo'n stinkvlot kan je niet slapen op het water. Probeer het maar, het gaat je niet lukken. Of je bent echt een
die hard. Wel trusten. Tot morgen. The next day. Goedemorgen. Yes. Wat een fitte leuke ochtend. Ja, je hoort het al. Er draait nu muziek, want het zwembad is nu gewoon open. Het is inmiddels iets van 9 uur. We gingen 5:30 op bed. Dus je kan wel uitrekenen hoe lang we geslapen hebben. Niet super lang. En er zijn nu ook inmiddels allemaal mensen aan het zwemmen. Dus ja, op een gegeven moment word je natuurlijk wel wakker. En heb je zoiets van, ja, misschien moet ik nu wel weggaan. Lekker overnacht. Helaas niet in het zwembad zelf. Dat is wel erg jammer. Jeroen is ook lekker fruitig. Wakey wakey, eggs en bakey. Hij moet er wel even een duikje nemen, maar kom op, even lekker een duikje. Weet je wat? Ik ben helemaal kapot. Ik ben kapot chagrijnig, maar ik ga er gelijk in. Ik ben er klaar mee, let's go, daar gaan we. Weet je wat? Om echt goed wakker te worden, ga ik gelijk in het koude bad springen. Dit is ijskoud, ik ga er gewoon in springen. 3, 2, 1, let's go. Goedemorgen. Ah, hier word je lekker wakker van. Oké. Ah, heerlijk. What's up? What's up? Jeroen, hierin, hierin. Nee. Ik heb het net al gedaan. Nou, weet je wat, ik denk dat we dan gauw even een glijbaantje pakken of zo. En dan vind ik het wel weer mooi geweest. Vergeet niet te abonneren, tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later. Was leuk.